Op de agenda van de gemeenteraad staan onder andere de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders. Maar ook de inwoners van Tilburg kunnen een punt op de agenda zetten. Dat kan bijvoorbeeld door in te spreken in de raad of in een van de commissies. Twee mensen die dat gedaan hebben zijn Irene Leijten en Theo van Willigenburg. We hebben ingesproken in de gemeenteraad omdat we als wijkvereniging Zorgfree Totaal erg ongerust zijn over de voornemens van het college. De voornemens van het college, het is leuk dat jullie vandaag opnemen in de mist, zijn erg mistig voor de wijk. Er wordt niet altijd precies verteld wat men van plan is. Maar als wij de stukken lezen, dan krijgen we de indruk dat het college van burgemeester en wethouders in Tilburg bezig zijn om de cultuur en af te breken. Nou, we hadden hier in de buurt Hoogvenne een parkeerprobleem. Wij hebben eigenlijk nu een regeling waar we eigenlijk geen probleem mee hebben. Die is ook ontstaan na eerdere acties van de buurt waar ik ook bij betrokken was. En de gemeente heeft nu het plan om de buurt weer open te stellen voor parkeerders van buitenaf. Dat betekent dat wij, net zoals in het verleden het geval was, heel veel zoekverkeer zullen krijgen. Mensen die toch onze buurt heel aantrekkelijk vinden om te parkeren als ze in de stad moeten zijn. Het winkelgebied en het uitgaansgebied ligt hier natuurlijk heel vlakbij. Het is een mogelijkheid als burger om je stem te laten horen. Ja, dat is op zich heel goed gegaan, omdat wij hebben onze actie ook heel erg met de buurt samen gedaan. We zijn echt deur aan deur, hebben we informatie gegeven aan mensen. We hebben mensen gevraagd om een steunbetuiging te geven in de vorm van een door ons geleverde affiche op te hangen. Er hingen hier massaal gele affiches. We waren met meer dan 100 mensen in de gemeenteraad aanwezig. En als je dus van tevoren al weet van, goh, er gaan ook mensen komen, dan heb je ook niet het gevoel dat je daar alleen staat. Wat we duidelijk hebben moeten constateren is dat als je inspreekt, de oppositiepartijen in de raad luisteren en aandacht hebben. Maar dat de coalitiepartijen in de gemeenteraad allang met elkaar overleg hebben gepleegd. Er een akkoord is waar geen inspraak van welke burger ook iets tegen kan doen. Wij hadden een heel goed verhaal, of twee goede verhalen. Maar wij hadden ook die massale steunbetuiging van de buurt. Waardoor de gemeenteraad ook het gevoel had van, ja, wij zitten hier voor Tilburg. En hier zijn toch wel heel veel aanwezigen uit Hoogvenne aanwezig. Zij willen eerlijk gezegd dan toch ook een goede beurt maken. Dus ze hebben ook allemaal de best gedaan om hun standpunt goed te verwoorden. En ik denk dat dat ook het verschil is met of je daar alleen staat of dat daar de hele publieke tribune vol zit. De politiek beslist. Wij burgers leiden. Ja, ik vind het gewoon een hele goede zaak. Ik heb het toch wel heel positief ervaren. Wij werden echt serieus genomen. Er was ook echt tijd op de agenda voor ingeruimd. We werden zeer zorgvuldig en respectvol benaderd. Ja, dat is wat dat betreft wel heel goed gegaan. Heb jij ook een onderwerp waarover jij wilt inspreken? Kijk dan voor hoe en wat op www.raadtilburg.nl.